Goedemiddag, het is maandag 23 maart 2020. We hebben vanochtend de opdracht gekregen om elke dag een minuut te filmen van hoe wij het beleven. Met het bedoel ik natuurlijk het coronavirus en deze tijd waar we nu in zitten, waarin we zoveel mogelijk thuis moeten blijven. We zitten nog niet in een lockdown, maar de kans is zeer groot dat dat deze week wel wordt aangekondigd. Het zijn rare tijden, maar ja, dat weten we allemaal. We hebben eigenlijk de eerste week van het vrij zijn van school erop zitten. Hoe het er nu uitziet, zijn we 6 april weer terug op het Deltion. Maar ik zelf denk dat de kans vrij groot is dat er begin/eind deze week wordt medegedeeld dat ten eerste die deadline wordt verschoven. Ik denk dat omdat de vele media zeggen, het AD, de Telegraaf, zeggen allemaal dat we afstevenen op wat er nu gaande is in Italië. Dus dat zou betekenen dat wij rond deze week of over 2 weken in hetzelfde schuitje zitten als Italië. Dus ja, ik hou mezelf bezig. Ik ben bezig met huiswerk. Ik ben bezig met school. Ik sta op elke dag om 8:30. En om 9:00 begin ik te editen in mijn Engelse vlog. En op het moment dat ik die klaar heb, ga ik schoolwerk doen. En dan in de avond ben ik weer bezig met het editen van de Engelse vlog. En daar komt dus op dit moment ook dit project bij. Dus ik hou mezelf al bezig. Daarnaast heb ik ook nog wat tijd om soms nog even te voetballen. En dat doe ik vooral. Maar dat ga ik jullie allemaal laten zien in deze videodagboek. Goedemiddag. Het is dinsdag, dag 2, dat wij ons leven moeten vloggen in deze coronatijd. Zoals jullie kunnen zien is het een prachtige dag. Maar zoals jullie kunnen zien zijn er niet heel veel mensen buiten. Als dit een zondag was geweest met dit mooie weer, dan zou ten eerste de speeltuin best wel vol zijn. En ten tweede zouden er best wel veel mensen op de straat zijn. Even een stukje aan het wandelen zijn en zo. Maar dat is nu dus niet zo. En dat is natuurlijk mede, maar vooral door het coronavirus. Ik zelf ben ook nog nauwelijks buiten geweest. Ik heb net binnen gesport met mijn broertje. Voor de rest heb ik gewoon de hele ochtend op een computer gezeten. Mijn eigen vlog edit. En dat was het eigenlijk wel. Het is dag 3. Vandaag is het net als gisteren weer een hele mooie dag. Maar ja, we kunnen er natuurlijk niet heel erg van genieten. We zijn nu onderweg naar Hollandse Veld. Omdat we... Mijn moeder moet daar iets afleveren. We gaan ook nog even boodschappen doen. En we gingen langs oma, toch? En we gaan nog even langs mijn oma om een bloemetje te brengen. Maar natuurlijk wel zonder echt dichtbij te komen. Voor de volgende keer probeer alleen boodschappen te doen. Okay. Het is niet zozeer, kijk, ik begrijp heel goed als je hulp nodig bent of wat dan ook. Alleen het gaat erom het aantal. Ja. Wij mogen maar 100 klanten in de winkel hebben. Ja. Stel, hij is nou 101, dan is dat een beetje, ja, of 99, beetje, ja. Dan kan er niemand meer de winkel in. Nee, ja? Goed. Ja, ja, dank je wel. Ja, super. Nou, zoals jullie misschien waarschijnlijk net wel hoorden, zijn we net aangesproken dat we met z'n tweeën zijn. Dus ja, dat heb je ook. Ik was vergeten, ik dacht wel dat je met z'n tweeën mocht, maar... Volgens mij was mijn moeder het ook even vergeten, maar dat is dan voor de volgende keer. We mogen dit keer nog mee. We zijn hier nu dus in de winkel en zoals het er nu uitziet, kijk, wc-papier is dan wel... Nou, ze hebben nog wel genoeg, maar het is wel minder dan normaal. Maar voor de rest is het eigenlijk wel heel goed gevuld nog. Dat komt denk ik mee, omdat de hamstraars eigenlijk op dit moment alles wel hebben. En ja, natuurlijk de stickers op de grond. Omdat we net bij de Lidl zijn aangesproken, omdat we met z'n tweeën naar binnen gingen, wat ik volkomen begrijp, ga mijn moeder nu even alleen naar de Co-op, zodat inderdaad gewoon 100 mensen daar naar binnen kunnen. Goed voorbeeld hier bij de viskraam. Op dit moment staan ze, eentje staat hier en die andere staat daar. Ja, dat zien jullie natuurlijk wel. Maar ze staan inderdaad niet achter elkaar. Ze staan ook niet op het rode matje. Hoe mensen normaal staan, maar ze staan echt wel verspreid uit elkaar. Kijk, normaal gaan we natuurlijk altijd voorom. Maar we hadden verwacht dat ze in de tuin zou zitten en dan zou ze ons bij de bel niet horen. Dus daarom zijn we even achterom gegaan.
nu op te vrolijken. Hi! Geweldig! Nou, dat was het alweer. Normaal zou je natuurlijk even naar binnen lopen, even knuffeltje en al dat soort dingen. En dit keer was het gewoon bloemen geven en wegwezen. Ja, dat is toch wel raar. Het is dag nummer 4. Vandaag is het net als gisteren en eergisteren en de dag voor gisteren. Heel mooi weer. Het is warmer dan de vorige dagen. Maar zo fijn, dat zie je ook wel buiten. Er zijn veel meer mensen buiten. Kijk, zo ziet ze daar mevrouw. Daar komt een jochie aanrennen. Ze zitten hier een voetbalpartijtje te doen. En daar zitten nog wat mensen bij de speeltuin. Dus ja, het is eigenlijk best wel druk. Ik zelf ben nauwelijks buiten geweest. Ik heb alleen even een boodschapje moeten doen. Ik moet mijn hond moeten uitlaten. Voor de rest heb ik eigenlijk alleen maar achter mijn computer gezeten. Ik heb gewoon wat dingetjes gecheckt. Waar ik eigenlijk best wel blij mee ben dat ik dat heb gecheckt. Want ik kwam erachter dat ik iets had opgeslagen en niet ingeleverd. Ik heb ongeluk verkeerde knopje aangedrukt, dus nu ben ik 10 dagen te laat. Als u dit ziet, meneer Lennart, ik had hem echt op 16 maart af. Zelfs daarvoor al. Dus ja, ik ben blij dat ik dat heb gedaan, want anders had ik hem denk ik over 5, 6 weken nog steeds niet ingeleverd. Ja, voor de rest heb ik serieus niks gedaan. Ik heb op de bank gezeten. Dus ja, ik heb op de bank gelegen, heel veel YouTube gekeken. Ik heb wat YouTubers geanalyseerd om te kijken wat ik beter kan doen en hoe hun het doen. En voor de rest is dat het eigenlijk wel. Dus ja, dit was dag 4. Ik hoop jullie morgen weer te zien. Ik ga jullie morgen weer zien. Goedemiddag, het is dag 5. Ik hoor hier eigenlijk op dit moment helemaal niet te zitten. En het is wel even een goed verhaal vooral in deze coronatijd. Want ik zou eigenlijk vandaag met mijn nicht naar mijn opa en oma rijden. Om daar boodschappen te brengen. Omdat we vonden het allemaal, mijn hele familie vond het een beetje te gevaarlijk. Om hun nog naar de supermarkt te gaan, want dat gingen ze wel. Ze hebben een mooi uitzicht op de parkeerplaats, dus konden ze mooi zien wanneer het rustig was. En toen gingen ze vaak even naar beneden om boodschappen te doen. Maar ja, wij vonden dat iets te gevaarlijk. Dus zouden ik en mijn nicht even 45 minuten naar mijn opa en oma rijden. Wat helemaal niet erg is, maar wat ik echt 110% voor hen over heb. En eigenlijk had ik er ook heel veel zin in, omdat mijn opa is laatst jaar geweest. Ik heb ze ook alweer een tijdje niet gezien. Mede door het corona gedoe, mede doordat we vakantie hebben gehad. En mede doordat ik gewoon vaak, normaal zou ik op maandag bijvoorbeeld soms even langskomen. Dat heb ik even de laatste tijd niet gedaan. Dus ik had ook alweer zin om even naar hen toe te gaan. Even door het raampje te kijken, weet je wel, om hen nu even te zien. Boodschap af te brengen. Dus ik had het er totaal voor over en ik had er serieus zin in. Maar ja, toen belde mijn opa en toen was eigenlijk de bezorgdheid weer een beetje omgedraaid. Want die zegt zo, ja, is het wel handig? Jullie zitten in een ander gezin, we zijn maar één familie, maar we zitten in een ander gezin. Dus straks besmetten jullie elkaar. En ja, dat was natuurlijk wel heel jammer. Maar daarom ben ik dus niet meegegaan, omdat ten eerste, we doen dit voor mijn opa en oma. Dus waarom zou ik dan eigenlijk er tegenin gaan en alsnog meegaan. En ten tweede, hij heeft natuurlijk voorkomen gelijk. Het is natuurlijk gevaarlijk, het hoort ook eigenlijk niet. Ah, ja. Dat vind ik dus zo lastig, dat dit soort dingen dan niet door kunnen gaan. Dit is eigenlijk de eerste echte keer dat corona mij echt pijn heeft gedaan. Want klaar, het nu thuis zijn met school, stiekem vond ik het wel leuk. Daar ga ik heel eerlijk in zijn, ik vond het wel leuk. Waarom? Omdat ik natuurlijk heel graag video's wil maken. En dat kan natuurlijk ook op school. Maar toen dacht ik van, nu kan ik mezelf echt uitdagen door dagelijkse vlogs te gaan uploaden. En dat soort dingen. Dus ja, eigenlijk had ik er ook wel zin in. En stiekem hoop ik nog steeds een klein beetje dat we 6 april nog niet naar school hoeven. Zodat ik nog langer door kan vloggen. Dus dit is eigenlijk de eerste echte keer dat het me echt heeft geraakt. En dat ik echt zit zo van, shit. Waarom nou? Waarom nou? Want ik had er gewoon echt zin in. En ja, voor de rest ga ik vandaag niet zo heel veel doen. Het is dag 6. Ik heb vandaag niet zo heel veel gedaan. Maar ik heb een klein beetje haast. Haast? Want ik moet bijna werken. Jemig! Schotter dit. Oké, ik weet dat dit iets minder professioneel is, want het moet natuurlijk wel een beetje professioneel zijn, denk ik. Maar ik liet dit ding vallen en het is helemaal naar de achterkant van de badkamer geschoten. Wat de heck? In ieder geval, ik moet dus klaarmaken
om te werken. En dat is eigenlijk ook het enige ja, wat ik ga doen vandaag. Het is zaterdag, dus was even relaxen. En broertje en mijn vader zijn nu lekker aan het voetballen. En ik moet werken. Ja, ik weet dat het licht vanaf daar komt, maar anders was de setup niet helemaal mooi, snap je? Ik ben er klaar voor. Ik zie jullie morgen weer. Goedemiddag, het is dag 7 en zoals jullie zien ben ik niet waar ik normaal eigenlijk start, maar ik ben in het bos. Het is namelijk zondag en vaak gaan we op zondag naar het bos even voor de hond en dat is vandaag ook. Ik ben hier op dit moment alleen met mijn broertje, maar daar in de verte zie je mijn oom, mijn vader, mijn moeder en de hond. Katje! Kijk, ik ben hier dus samen met mijn oom. Mijn moeder en mijn vader. En natuurlijk de hond. Zoals jullie zien, 1,5 meter afstand tussen mijn oom en mijn ouders. Ik ben even buiten adem. Want, jemig. Ik heb naar een stuk gerend, want mijn broertje en ik hebben foto's geschoten. En, jemig. Ik dacht dat mijn conditie wel goed was. Maar zo'n weekje quarantaine doet niet veel goed aan je conditie. Pak de bal dan, Kai.